Goedemorgen, welkom dus bij deze nieuwe aflevering van de Koffiepraat. Het is vandaag dan donderdag 16 december. En ja, voor de duidelijkheid, Ernie Enig zal vandaag dus de presentatie moeten doen. Maar ja, we hebben geruild, hij doet het morgen en ik doe het vandaag. En het is voor mij een genoegen om uw gastheer te zijn. Vandaag bent u buiten onze grenzen, ook wel moest u Manting vanuit Big City Paramaribo. We zijn in de studio's van de SRS aan de Sjaak van Neerstraat en we doen dus deze koffiepraat. We hebben een aantal zaken dus die we dus normaal moeten doen met u. U wilt weten hoe het zit met de COVID-situatie in ons land. Wel, in het afgelopen etmaal zijn er geen COVID-doden te betreuren geweest. Godzijdank. Voor deze maand zijn er tot nog toe in deze 15 dagen, 6 dagen geen mensen levens te betreuren geweest door deze besmettelijke longziekte. Laten we het globaal nemen. In Suriname zijn er tot nog toe 1179 personen overleden aan COVID-19 sinds vorig jaar maart. Dat hebben we dus met u doorgenomen. Het andere is dat wat er speelt rond de journalist Jason Pinas. Wel, vanuit het kabinet van de president, er is een regeringsverklaring uitgekomen, een standpunt van de regering naar aanleiding van dit voorval, een incident met de journalist. De regeringsraad, onder leiding van president Chandrika Prasad Santokhi, in vergadering bijeen op woensdag 15 december, die heeft zich omstandig laten informeren over hetgeen wat er zich heeft afgespeeld. En één ding is duidelijk, want dat staat er ook in het persbericht. De regering betreurt de confrontatie die is ontstaan. De aangifte welke is gedaan, zal met zorg en urgentie grondig onderzocht worden. En hiertoe heeft de regering een beroep gedaan op de waarnemend procureur-generaal. En wordt uitgekeken naar de resultaten van dit onderzoek. Dit is ook in belang in het licht van de nationale en internationale aandacht voor dit incident. Dat mogelijk ongewenste consequenties kan hebben voor onze internationale imago en standing. Dat is dus een regeringsverklaring naar aanleiding dus van dat incident met de journalist Jason Pinas. En dan blijven we hierbij, want we nemen ook nog een ander stuk door. En dat is dan dat de SVJ bijeen is gekomen. En die hebben het vertrouwen in de vicepresident verloren. Althans, het een en ander moet er nog gebeuren, wordt aangegeven. Want het is niet de eerste keer, zeggen zij, dat de journalisten worden beknot in de uitoefening van hun werk. Een zoveelste sorry zal dit keer geen genoegdoening opleveren. En een brede groep van journalisten heeft tijdens een spoedberaad gisteravond besloten om de vicepresident in eerste instantie voor 2 maanden te boycotten. Er zal in die tijd geen verslag worden gemaakt over VP Ronnie Brunswijk, in welke hoedanigheid dan ook dus. En ook buiten de functie van VP en de Brunswijk wordt aangegeven controversieel gedrag vertoond. En die boycott is dus nu ingegaan. En dat zijn dus de zaken die we met u moeten doornemen vandaag. Eerder heeft Carlos Pinas in het dagbladenoverzicht ook met u doorgenomen. Dat incident dat zich heeft voorgedaan op de Jules Albert Weidenbosbrug. En ja, ik zal daar niet zoveel over zeggen nu. Eén ding wat duidelijk is dat er vaker wordt gesproken over dat zwaar materieel dat rijdt over de Weidenbosbrug. Wel, kan deno u ayo opo, kan deno wasan opsa. Wel, laten we zien wat er gaat gebeuren, want nu is er al een mensenleven te betreuren geweest. En is de materiële schade heel groot, heel aanzienlijk geweest. En we gaan ervan uit dus dat er nu toch wel er iets zal gebeuren van zwaar materieel over de Weidenbosbrug, wat de autoriteiten daarmee zullen doen. En we hebben gasten uitgenodigd om vandaag ook een kopje koffie te komen. Nuttigen vandaag. En we gaan praten over een aantal onderwerpen. We hebben als eerste uitgenodigd de vertegenwoordiger van de Vereniging van Veteranen en Ex-Militairen in Suriname. Wat is er in het afgelopen jaar gebeurd? Gaan ze het jaar goed afsluiten? Daar zijn we dus naar benieuwd. De auteur Ivan Vernald hebben we ook uitgenodigd, want hij is uitgekomen met een boek. Noemenswaardig, dit boek. Hij praat ook over alles wat er is gebeurd
in de afgelopen 10 jaar. En daar wordt er gesproken over moeizame opbouw en snelle afbraak. En daarna hebben we ook uitgenodigd de heer Clyde Ford. Hij is ook een influencer en we praten ook met hem over het een en ander richting het jaar 2022. De Vereniging van Surinaamse Ex-Militairen, de Vereniging van Surinaamse Veteranen en Ex-Militairen, de heer Waldo Jameson, die is de voorzitter. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen, ja, Suriname. Ik kreeg een smile op je gezicht, waarom? Goedemorgen, collega's. Ja, omdat het goed zit. Ja, je bent hoopvol gestemd en het doet je goed. Ja, ik wil weten hoe het is gegaan met de ex-militairen die al, ik denk, 10 jaren lang een wensenpakket hebben ingediend. Onlangs ook nog wederom onder de aandacht gebracht van vicepresident Ronnie Brunswijk. Hoe zit het daarmee tot nu toe? Oké, om te beginnen. Het jaar is een beetje somber begonnen. Maar we mogen toch hoopvol gestemd zijn omdat de minister een gebaar heeft gemaakt naar de ex-militairen. De mensen die 200 SAD kregen, hebben er 100 bijgekregen. Die invaliditeitsgroep die 750 kreeg, mag nu 1000 SAD opstrijken. Dus dat is goed nieuws. Mm-hmm. Maar aan de andere kant heb je nog die grote groep die toch nog aan hun lot is overgelaten. Dus dat is nog een beetje somber voor ons. Maar we zijn toch nog hoopvol gestemd. Wat bedoelt u met die grote groep en aan hun lot overgelaten? Leg dat uit. Er is nog een grote groep daarbuiten dat nog in aanmerking moet en dient te komen. Omdat hoe je draait of keert, die mannen hebben gewerkt voor de staat Suriname. Ja. Tijdens de binnenlandse oorlog of anders gezegd. Ja, zijn er afspraken daarover gemaakt? Eigenlijk zijn er afspraken gemaakt. Ja. Toentertijd, in 2007, toen de oprichting, zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot het honoreren van de mannen hun wensen, daadwerkelijk. Ja. Maar vele van de zaken zijn blijven liggen en we kijken er nog naar uit dat de minister van Defensie ons uitnodigt om de zaken een beetje door te nemen en zaken goed op een rij te zetten. Want niet ieder die gediend heeft in het leger heeft gediend tijdens de Binnenlandse Oorlog. Dus niet ieder, maar de grootste deel. Juist de mensen die aan de voorste linie stonden, die zijn buiten gelaten. Ja, wat mij opvalt in deze periode, en ja, laat me dit ook aangeven, het is gebruikelijk, dat weet u ook als luisteraar. U kunt ook inbellen zo meteen, indien er vragen zijn voor de heer Waldo Jameson, kunt u dat doen op het nummer 490.000. U kunt ook whatsappen en dan krijgen we de vragen dus binnen. We hebben een kwartier met de heer Waldo Jameson, dus u begrijpt dat er 2 tot 3 bellers in de gelegenheid zullen worden gesteld. Voor stel wat vraag. Toch merk ik nu dat er in de afgelopen periode er nu weer belangstelling komt voor de periode van de Binnenlandse Oorlog 1985-86 tot 1992. Vooral dat met Moiwana 86. Wat zegt u? De zaken de aandacht die de Binnenlandse Oorlog nu gaat krijgen, als je dat goed gaat evalueren, dan moet ik zeggen dat het goed zit. Ja. De mensen hebben recht op informatie. Ze hebben recht op de waarheid. Hoe zijn zaken ontvouwd vanaf die periode? 21 juli 86 tot 1992. Wat heeft zich allemaal voltrokken? Wat is er gebeurd? Hoe komt het dat zoiets heeft kunnen plaatsvinden? Dus al dat soort zaken moeten eigenlijk goed onderzocht worden. Over dat van Moiwana willen we niet te veel uitweiden, omdat daar de mensen hun rechten hebben. Het leger heeft ook zijn rechten. Ik denk dat als je kijkt naar de grondwet, is daar op een gegeven moment een staat van beleg aan de orde geweest, waar het leger op pad was om de mensen te sommeren, om hun gebieden te verlaten en andere gebieden te kiezen. En in die strekking heb je dan het gevecht gehad. Wat de oorzaak is precies, laten we in het midden. Ja. Er is al een beller voor de heer Waldo Jameson, neem ik aan. Dat is expliciet voor de heer Jameson. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Ja. Uw naam alstublieft. Salma. Ja, zegt u het.
En dan moet je haar in een randantongo. Ja, ja, dat boem. Na oetongo. Maar ik leg uit dat ding zoer dat je moest zijn mond. Voestang. Omdat de man bij je vernietig strana. Want ook of een zoer dat je aan een vernietig kondre na beschermen kondre. De amouan dat als je verdient belaste centen voor nu, moest je in de massacre. Dat is dan nog een poppenkast. Dat bedenkt ten slotte. Oké. Goed, dus daar hebben we dan die vraag gehoord. We want dat ik ga net ook toe direct dat ja, eigenlijk na zuurverdiend money voor Saranamang zou ook naar jou. En dan ja, eigenlijk lek Fabra dat je erin kon, dan denk ik dat je ook toe bij je voor vernietig Saranang. Van je in tapa bistor dat je? Niets is minder waar, zodat je nog vernietig Saranang. Zodat je beknap dat je voor verdedig Saranang. Conform artikel 180 voor de grondwet, want zodat hij te napo naar de frontlinie voor verdedigd Saranang. En een monitorie zou het taki, die mannen hebben recht op hun arbeidsongevallenregeling, oorlogsongevallenregeling. Die man op recht op de zandati. Die mannen hebben niet gewerkt voor een bepaalde president, voor een bepaalde bevelhebber. Die mannen hebben gewerkt voor de staat Suriname. De soevereiniteit van Suriname heeft men verdedigd met man en macht, met hart en ziel. En dat idee die als staat zijn de man zijn de aan de macht, die idee we zoeken. Hoe let je naar de man voor de man compenseren op de verliezen zijn olij. Je moet denken wanneer je militair bent, stort je op een gegeven moment een spaarpremie. De money dat die... Voor de man ook is de money dat terug, de man ontslagpremie, waloman mopo, de man jagi waloman voor het systeem. En vandaag wanneer je komt staan en vraagt, zeg waar zijn we te goede, dan als het ware dan hebben we geen recht daarop. De te goede dat dus een mening voor een beller vind ik echt niet op zijn plaats. Maar het is zijn mening. Ja, het is een mening. Hij is de vraag gesteld, u hebt er antwoord op gegeven. Er is ook een gesprek geweest met de vicepresident. Hoe tak de toris dan aan? Oké, het gesprek met de vicepresident is geweest op 6 september, jongsleden. En de vicepresident hemzelf, als te zijn, laat me even voorzichtig zijn, iemand die betrokken was tijdens de Binnenlandse Oorlog aan de andere kant van het slagveld, heeft ons uitgenodigd en die man was wild enthousiast om de mensen die in het leger zaten of militairen voor hem te hebben, voor Sdong, voor Socialized Junso, tjade aandachtspunten kon. En we hebben van gedachten gewisseld. En hij is hoopvol gestemd. Hij wil veel doen. Wat is zodat veel? Wij, zodat wat is veel wij doen? Uit die situatie waarin we zitten, dat hij ons uit die situatie wil helpen komen. Met name als aanvoer een werkgelegenheid. Toch? Werkgelegenheid, dochterskaart bijvoorbeeld, een bouwkavel, een woning. Amawa jepu doet des aan dat hij kon aan onttrekken. Maar hij zit ook in een samenwerking met andere partijen. En die partijen moeten overeenstemming bereiken om dat wat de vicepresident eigenlijk heeft toegezegd, moeten, hoe noem je dat? Ja. De man moest tekenen een akkoord. Ja, ja. Met de vicepresident moeten ze aan tafel zitten en dat akkoord tekenen. Dat je nou jonge de man de utaki, die zo je honoreert die de man. Oké, we stemmen eens dat dat gerealiseerd wordt. Dat van de dochterskaarten, dat wordt gerealiseerd. Sociale zaken moeten erbij komen. Sociale zaken moet. Ja, dat wat de mannen moet. Toekomen. Iedereen is nu 50 plus. Ouderdom komt met gebreken. De mannen die in staat constant voelen, ik poer money, pay money. Met dat ding van de COVID hebben heel veel mannen hun werk verloren. Toch? Ja. Bon voor mannen die in staat voelen ook. Dus als sociale zaken bijkomt, voel je charasan konamakandra, dan denk ik dat dat van de basokarten of hoe je het noemt, dat een most zal zijn voor de mannen die lopen naar. Hoe gaat de vereniging dit jaar afsluiten? En van wie Ayari? Nou, Ayari DC, we sluiten af op 23 december aanstaande. En we gaan het gewoon rustig
afsluiten. Ik heb begrepen van de directeur van Stichting Reïntegratie Ex-Militairen dat omdat vanwege de economische situatie in het land vele sponsoren nog niet hebben gereageerd op verzoeken die zijn verzonden. En er zijn nog een paar dagen voor ons, voor 23 december. Dus ik denk dat hij zegt, laten we kijken nog tot vrijdag. Misschien reageren mensen nog. Of zo niet, dan gaan ze het gewoon doen met een hapje en een drankje. Ja, oké. Okay. We gaan afronden met u, want zijn eval me op, ook tot op social media. Zie je nu interviewtjes hier en interviewtjes daar van mensen die gediend hebben ten tijde van de Binnenlandse Oorlog. Ze inverteert het verhaal ook toe. En op een gegeven moment, want toevoeding, ex-militairen ook toe, relaken aan lager wal, dat op een gegeven moment de mij wakana straat in ook, de man naar Tampe. Vast aan dat ik over naar u, tot slot. Dus dat is een lastig parket. Je kan het niet blijven aanzien. Daarom ik we tang suku jepi, we tang kari de autoriteiten sang de na in a beleid voor akondere. Dat ze ons een trouwe aitapunu, lukuan fasifu purunu aitapina. Omdat we het niet op eigen kracht kunnen. We hebben niet voor onszelf daar gestaan. Dat is feit. Het zijn feiten. Het zijn geen uit duim gezogen dingen dat mensen gewoon daar zijn gegaan om voor hun eigen belang of zang. Het is om de staat Suriname te verdedigen, hebben we daar gestaan. Dus maar de staat moet inkomen om ons daaruit te halen. Dus dat is die grootste wens die we hebben. De voorzitter van de vereniging van veteranen en ex-militairen vandaag in de koffiepraat. Een beetje kort. Maar heeft zijn stem laten horen. En de gevoelens van de kameraden, die heeft hij dus dan ook zo vertolkt vandaag. Met Gitangi. En geniet u nog van uw kopje koffie. En zo meteen praten we dus met de heer Ivan Vernald. Hij is de auteur van een boek, Moeizame opbouw en snelle afbraak. Politieke beschouwingen 2010-2020. Fayari Krishna ti doro alla fai alle ti brisiri e ne kibari no tanashoro sweeti nyang e nyang e dringi brisiri e meki we brasa usrevi we wish you a sweet place. Me wish you a sweet Krishneti. Viva hori you, brasa you. Me wish you a sweet Krishneti. One sweet Krishneti. Gyalasma. A geboorte voor Jezus naf Brisiri. Naf Breti. Naf Brasa. Naf Gilobi. Dat make we a singy this to you. Yannick onder de mistletoe. Jij bent mijn beste cadeau. Afas van je make me virina. Christnit die ding. De leukste momenten van ons. Namoro sweet thing van jari. Christnit die doro. Alla fai alle ti brisiri. En neki bari. Nota na shoro. Sweet Christmas, Christmas, happy wishes. So veleke cadeautjes en lieve berichtjes. Let's have the best time of our life. Of our lives. Surfing off, cause Santa Claus.
just come into town. Put my heart in a box that's for you. Let's make a good wish, it's a wonderful time. Geef mij je hart en je hebt mij voor altijd. Chris, niet die ding. Deno vergiet ik op bon roma kandra tide. A la ping, you can forget it. Because it's not Christmas, thing. It's Christmas. Namoro, sweet thing, fayari. Christmas, ti doro. A la faya, letti, brisiri, en neki bari. Nota na shoro. Sweet thing, yang, en yang, en dringi, e dringi. Brisiri, e meki, we brasa. Merry Christmas, everybody! Echo. Ivan Verneld, die is dus reeds bij ons. En zoals het eraan toe gaat, moeten we u vertellen wat er is gebeurd daarnet. De heer Ivan Verneld komt naar binnen en hij ontmoet de heer Waldo Jameson. En ja, raak in een gesprek. En het schoot me toen te binnen dat ten tijde van de oprichting van de vereniging van een veteraan en ex-militaire, de heer Ivan Verneld toen de minister was van een defensie. En om toch daarmee te beginnen. Meneer Verneld, goedemorgen. U bent hier voor dat boek waar we over gaan praten. Want het is heel, heel interessant. Ja. Maar ja, dat van de ex-militairen die en de vereniging. Toen was u de minister. Ja, dus, ja. Klopt. Ik was toen de minister. En wat is uw bijdrage toen geweest voor de jongens? Misschien moet je vertellen aan die doelgroep zelf. Ja. Wat ze vinden van mijn bijdrage. Ja. Maar ik kan zeggen dat ik bewogen was. Mm-hmm. Met betrekking tot mensen die in de vuurlinie gestaan hebben. Ja. En waarvan een deel is komen te overlijden. Maar een ander deel getraumatiseerd is. Dus toen heb ik in mijn eerste optreden in de assemblee. Het was de begrotingsbehandeling begon begin december. Ja. 2005, dus ik was amper een paar maanden minister. Ja. Heb ik toen uiteengezet een duurzaam beleid voor de ex-militairen. Hè? Ja. Met name zij die dus in het gewapend conflict, het binnenlands gewapend conflict. Want zo heet het eigenlijk volgens de definitie. Ja. Maar wij zeggen binnenlandse oorlog, oké. En naderhand hebben zij zich georganiseerd. Dus de impuls, initiatief is gekomen vanuit het ministerie van Defensie. Mm-hmm. En er is een bepaald beleid gemaakt waarbij we gezegd hebben van we gaan allemaal, iedereen, voordat we gaan screenen, 200 SRD geven om een onderhoud te voorzien. Ja, toen sprak over een koers van 280. Ja. Maar toen, en daarna volgde de screening. Ja. Toch? Want zij die echt eraan voldeden, die moest het krijgen. En de andere groep, de meest structurele manier, is zij die inderdaad kunnen werken. Dat je ze een waardige werk geeft. En toen hebben we ze opgeleid tot boswachter. Bosopziener, jachtopziener, heet dat ding. En die kregen 500 SID 2 jaar lang per maand om te studeren. Ja. Ja. En die zijn toen bij LBB gegaan. En in nauw overleg is het toen gebeurd met ROGB, hoor. Ja. En dan had je nog die groep die toch getraumatiseerd was. Mm-hmm. En die is toen begeleid.
Er was een multidisciplinaire commissie die ik heb geïnstalleerd. Dus dat was het. De meeste... Oh ja, er zijn ook bouwkavels, maar goed, dat is een andere zaak. Bouwkavels zijn... Want daarover struikelen ze nog steeds van. We hebben nog geen bouwkavels en zo, een aantal dingen. En op een gegeven moment zit ik me af te vragen van... Nou, we praten dus over de periode 2005-2010, want toen was u de minister. En dan hebben we 2010-2020. En ja, de groep die is er nog steeds, maar met dezelfde punten. Jere, mij doe mij ook hoor, naar eer en geweten. Ja. En dat weten de mensen ook, hè. Mm-hmm. En ik hoopte dat het werd voortgezet. Ik heb het valse vertrouwen overigens hoor, dat minister, de huidige minister, die nu de scepter zwaait, goede bedoelingen heeft en zoals ik haar ken, ze komt ook uit een grondwettelijke macht, de politie, zoals ik haar ken, dat ze begrijpt en niet zal nalaten. Ja. Ik weet niet wat de budgettaire mogelijkheden zijn, maar wij hebben toen gedaan wat we moesten doen. Ja. En kijk, op de valreep, half jaar voordat ik vertrok, want we waren bezig, hebben we in Wanica, laat me toch even zeggen. Ik ben niet gewend om te praten over defensie-aangelegenheden. Want ik vind dat het de nieuwe regering en zeker de minister alle ruimte moet krijgen om zijn werk te doen. In dit geval haar werk. Ja. Toch? Maar toen ik wegging in 2010, toen was al opgelined in Wanica. En in Nikeri, toch, gronden, en niet zomaar. De overweging was als een ex-militair vanuit een afhankelijke situatie naar een niet-afhankelijke situatie gaat, met name geregeld werk, want we moeten ze ook aan, dat je incentives geeft, ja, en dat er een bouwkavel in het verschiet lag. En zo hadden we zeker de jachtopzieners en... marktbeveiligers. Ja. Ja, die waren opgelined. Wat er gebeurd is daarna, 2010-2015, weet ik niet. Ja. We hebben het daarover gehad en we gaan juist hierover praten. U hebt een boek geschreven, Politieke Beschouwingen 2010-2020. Moeizame opbouw en snelle afbraak. En ik dacht gelijk van, nou, moet dit een tegenhanger zijn van een boek dat in de tijd door het NII werd is gemaakt over de verworvenheden van de regering Bouterse? Nee, dus luister. Ten eerste ken ik het boek niet, de verworvenheden. Ze zullen hun verworvenheden kennen, maar als je over verworvenheden praat, dan moet je ook praten over de vele dieptepunten. Mijn boek gaat met name om het feit dat ik een spiegel voorhoud aan de Surinaamse samenleving. Van, willen we progressiviteit hebben en duurzame welvaart, dan moeten we uit de vicieuze cirkel van opbouw en afbraak. En dit fenomeen zien we bijna in de hele geschiedenis van Suriname. Maar met name in de periode 2010-2020 is er een woestend beleid gevoerd en de feiten liggen daar. En ik geef ook aan in het boek dat geleid heeft tot een snelle afbraak. Want kijk, in 2010 in Venetiaan Sajo, die hebben een riante uitgangspositie achtergelaten. Als je nagaat dat de koers stabiel was op 2,80, 10 jaar lang. Er was economische groei. De schuldquote was laag. De inflatie, de geldontwaarding, was bijzonder laag. Een paar procenten. Dus Assam Bingo Boom. De monetaire reserve, dus de hoeveelheid buitenlandse bestedingsmiddelen. Dus euro's dan dollar. Maar eigenlijk kan ik ook zeggen go-to. Dat was in een opgaande lijn. Dus als je vergelijkt, Bouters heeft overgenomen, als je vergelijkt in die periode wat daarna gebeurd is, zijn al deze economische indicatoren, als je ze gaat vergelijken, omlaag gegaan. En dat heeft tot veel armoede geleid. En mijn boodschap is,
er is een vast patroon van afbraak. Mm-hmm. En ik geef aan wat het patroon is. En ik zeg, als je dit en dit en dit en dit ziet, weet je zeker dat het afbraak is. Dus we moeten op tijd corrigeren. Het kan nooit zo zijn dat we enorme offers brengen en dat dat de economie aan dicht geslagen wordt en nu moet stijberen. Ja. Hebt u ook rekening gehouden met wat er vaker wordt gebezigd? Dat Suriname ook in die periode te kamp heeft gehad met een wereldwijde economische crisis? Maar dat klopt niet, hoor. Mm-hmm. De grootste crisis van de afgelopen jaren was in 2008. En dat heeft wereldwijd huis gehouden. Bankencrisis, banken vielen om. Amerika met name. Omdat de kredieten verstrekt werden. En te veel kredieten. Sommige mensen hadden 100%. 0 cent brachten ze in om een huis te kopen. En op een gegeven moment waren er te veel huizen die ter verkoop werden aangeboden. En de prijs van de huizen kelderde. Maar in ieder geval, Suriname is zonder kleerscheuren. En toen is het achteruit gekomen, toch? Dankzij wat men noemt een prudent beleid. En zeg maar prudent, vertaal het maar met, want het woordje valt veel, hè? Ja. Vertaal het maar met verstandig beleid. Dan bedoel je ons aan niet. We hadden heel veel bellen. We hadden ook de monetaire autoriteit telting. Integendeel had je in de periode 2011, 2012. Zeker die jaren, had je ongekende toename van de wereldmarktprijs in go-to. En dat geef ik ook aan met mijn boek, want ik vergelijk de inkomsten uit de natuurlijke hulpbronnen per periode. En dan zie je dat in de periode Venetiaan, de periode Boutersen, de laagste prijs voor op de internationale goudmarkt, laagste in die periode, mm-hmm, nog altijd de hoogste was tijdens de periode Venetiaan. En als je dus vergelijkt, dan zie je dus dat de inkomsten in de goudsector vele malen meer zijn geweest dan in de periode daarvoor. Dus van een wereldcrisis, in die periode 2010, 2015, was nauwelijks sprake. Het punt is dat de crisis met name ontstaan is door interne factoren. Namelijk veel meer geld uitgeven, veel meer geld drukken, zonder dat we geld verdienen. Want dat is productie. En als je niet produceert en à la dolle consumeert, dan heb je het probleem. Want je moet je deviezen verdienen. Dus ik heb er gewoonte van gemaakt om te luisteren naar de zakendeskundigen, ja, maar ook de economische wetmatigheden tot moeten nemen en dan te toetsen aan het handelen van de regering. Toch? Wat zijn de economische principes en wat doet de regering? En dan kun je dus zien dat dat handelen ontegenzeggelijk leidt tot armoede. En ik heb het gepresenteerd, dus ik heb goed research gedaan, hoor. Ja. En ik heb het gepresenteerd en ik heb ook mijn conclusies getrokken. Ja. Per hoofdstuk. Ja, per hoofdstuk. Er zijn een aantal hoofdstukken waarin er wordt gewezen op een vast patroon van handelen dat tot afbraak heeft geleid. Er wordt gewezen op politisering van de centrale bank, toename van de staatsschuld, moreel-ethisch verval, uitholling van instituties, het dysfunctioneren van het parlement en ook een anomie-syndroom, het reshuffelen van ministers, een lage kredietrating, kasreserveschandaal, einde van de bauxietsector en ook nog dat van de omstreden amnestiewet komen aan de orde. Ten aanzien van kasreserveschandaal, waarom komt u daarop terug in uw boek? Ja, maar dat heeft toch een storm van verontwaardiging teweeggebracht. Maar, de regering wilde koetkoekoe de verkiezing 2020 winnen. En wat gebeurd is dat er constant meer is uitgegeven.
En de assemblée heeft meegewerkt. En niet de oppositie natuurlijk, maar de coalitie was in de meerderheid. Maar daar kom ik straks op de rol van de assemblée. Hè. Dus als je mooie dingen doet, populistische maatregelen, die pakket. En ik zeg niet dat mensen die het heel slecht hebben, dat die niet geholpen moeten worden. Maar ik kijk naar de uitgaven. Lenen. Bij een interview, bijvoorbeeld dat ik leendemonen, of leenzucht. Lenen. En toen er niet meer geleend kon worden tegen een redelijke rente, want vergeet niet dat de creditratingsbureau ons tot CCC, dat laagste creditrating, hadden gerangschikt, toch? Toen noodgedwongen zijn ze gaan graaien uit de kassenreserve bij de centrale bank. Maar om een goed begrip, ze zijn aan kassenreserve. Dus wat ik weet heb ik ook geleerd. Ja. Hè? Ik heb goed research gedaan. En dat hebt u ook geschreven? Ik heb het opgeschreven, toch? De centrale bank heeft gezegd, hier, commerciële banken, dat was ervoor. Je moest liep 50% voor je deviezen, zei Abi Ibespotnami. Maar ook van de Surinaamse munt, een bepaald percentage. Je moet bij mij zetten. Vroeger werd het in het buitenland bij je bank gezet. Je moet bij mij zetten. Dus vers had geen vertrouwen. Die mannen hebben een bijeenkomst, heb ik ook allemaal uitgezocht. Waarbij die mannen zeggen van luister, laten we alle mensen bijeenroepen van gaan we het wel doen. Jim Boussait, die econoom, ex-directeur Hakenbank, heeft ook gewaarschuwd van meneer Sabia, maar onvoorzichtig. Maar anyhow, die kassenreserve, dat geld dat Hakenbank, Kalkon, Republic Bank, DSB, verplicht moesten zetten bij de centrale bank, want de centrale bank is die mama bank, toezichthouder. Dat waren van burgers. Toch? Weet je, $100 of 100.000, die zet op de bank en een deel daarvan dus gaat naar de centrale bank. Centrale bank moest oring. Ik zal een andere keer misschien praten van waarom. En Sapsa. Dus, jammer money. Of het nou is voor basisgoederen, of voor reizen, of basisgoederen. Meneer, je moet er vanaf blijven. En dat heeft een storm van verontwaardiging teweeggebracht. Want het is ongekend in de wereld. Ja. Dat was centrale bank. U praat ook over een moreel verval. En onze huidige president, Chandrika Prasad Santokhi, heeft het ook aangehaald toen op werkbezoek in Nederland. Toen heeft hij gezegd, de grootste crisis waarmee hij nu ook zit, is dat van het moreel verval en we moeten dat gaan herstellen. En u praat ook daarover. Ja, maar ik geef ook aan wat er gebeurt in bepaalde regimes, toch? Ja. Dus één is dus de kwaliteit van bestuur. Dus dat heb ik in hoofdstuk 1 uitgewerkt. Ik kom straks op wat ik bedoel met kwaliteit van bestuur. Het tweede is de politisering van de centrale bank, want dan verlies je autonomie van de centrale bank. Dan wordt de centrale bank een voetenboy van de regering. En ik heb ook genoemd een dysfunctioneel parlement. Daar kom ik misschien straks op wat ik daarmee bedoel. Want je bent geen ja-knikker, anders moet je bij zowel anders wel komen. Staatsolie gaan werken, ja. Dus, dat is die ja-knikker dan. Ja, het gaat op en neer. Ja. En ik heb ook genoemd, onder andere wat u zegt, moreel ethisch verval, gevoed door de next of out doctrine. Toch? Ja. Next of out. Ik zeg gevoed. En ik kan iets zeggen. Suriname heeft niet alleen maar te maken met een financieel-economische crisis. Met schrijnende sociale gevolgen. Maar je moest tijd bij mensen hebben het moeilijk met je broeders, sommige kinderen.
gaan met honger naar school, ouders die het niet meer zien zitten. Dus echt maar epina. Maar Suriname worstelt ook met een moreel-ethische crisis. En dat moeten we onderkennen. Want als je het onderkent, dan kan je er iets tegen doen. En een financiële economische crisis, die kunnen we in 5 jaar bezweren. Toch? Dat we weer op spoor zijn en dat we het weer beter hebben. Vandaar het herstelprogramma. En ik wens natuurlijk onze huidige president alle succes toe dat de economie weer op spoor komt. En alle medewerkers, want nou weer viering. We willen eruit, dus we brengen offers. Maar een moreel-ethische crisis ga je niet in 4, 5 jaar oplossen hoor. Als aan dat nou mensen, 1, 2 generaties, omdat ze maar denken, pori, fromo, zweeftikkie mentaliteit. Dus dat vereist een nieuwe opvoeding. En integere leiders en het voorbeeld dat mensen in dit land leren van, hey, if me fout, dan ga ik instaan voor de consequenties. Zoals straffeloosheid. Nou, if je fout, sta je alleen. En maar als je ook voorbeeldig gedrag vertoont in die samenleving, dan moet je gewaardeerd worden. Dan moet je beloond worden. Dat zijn de rolmodellen. Maar de man is spant, hoor. Je ziet bepaalde hoge functies. Smaar die de toets der kritiek niet kunnen doorstaan. Zou die man doen in het verleden. Dus ze worden sociaal niet meer afgerekend of voorzien. Niemand wil nou een drugsman in contact. Nou, drugsman, ik kom binnen waar jij niet binnenkomen. Dus, en men accepteert steeds vaker, ik wil bijna zeggen, als vanzelfsprekend kwaad. Vanzelfsprekend kwaad. Ja. Corruptie en diefstal en dat soort zaken. Ja. Toch? Dus ik wijs erop, ook als, ook als man die uit onderwijs komt. Ik geef nog steeds les op UL hoor. Maar je weet niet, hier ben ik jarenlang directeur geweest. Omdat ik waarschuw tegen dat vistiedinkie. En nu moet er een tegenhanger komen van het next no fault syndroom. Want next no fault, ik kan doen, zei je wel niet hoor. Nou, poor dinkie. En dus dat is de opdracht aan de huidige samenleving, zeg ik. Niet alleen aan de politiek, de samenleving, dat wij er iets tegen doen. Ja. Ook de sociale instituties. Ja. De heer Ivan Vernaald hebben we dus vandaag bij ons. Hij is de auteur van het boek Moeizame opbouw en snelle afbraak. Een aantal zaken dus, die komen dan ook erin voor. Zoals de controversiële amnestiewet. Verder ook de herdenking van 25 februari. Daarin wordt ook gezegd in een van de hoofdstukken is een belediging aan de rechtsstaat. Koeplegers zijn geen helden. En ook nog slachtoffers. Afschaffing van de dag van de revolutie. Daar staat hij voor. Het is een publicatie die al is gepresenteerd ook aan de president. En ik ben ernaar benieuwd. Wanneer gaat u verder? Want men wil dit boek ook hebben. Oh, verder. Ik dacht, je zou zeggen verder schrijven. Nee, kijk. De bedoeling is dat dit boek natuurlijk gelezen wordt. Ja. En in deze moeilijke tijd is het goed om de samenleving te confronteren met zichzelf, met de situatie. Want we zullen het samen moeten doen. Maar goed, dus ik hoop dat het gelezen wordt. En het is volgend jaar wel in de boekhandel. Ja. Maar ik heb gedacht van die drukkosten zijn zo hoog. Zij Abini Anu is onderdeel van 100.000 SRD's. Je moet een paar jaar drukken. Als ik dus... Dus het is nog een donatie? Nou, ik heb 2 vrienden. Ja. En die vrienden hebben naar vermogen me wat gegeven. Mm-hmm. Maar ik per saldo hou ik niets over. Ja. Maar goed, dus ik ga, het is eind januari bij drukken, maar nu doe ik het samen met mijn zoon. Ja. En ik verkoop hem zelf. Ja.
Dus men kan appen naar 864-9650. Ja. 864-9650. Ik herhaal 864-9650 appen en dan is er dan een melding van waar en wanneer. Ja. Maar voor de NPS is dat best een belangrijke politieke partij, ja. toch? Is dat die NPS? Miguel tot in mijn vingertoppen. Heb ik dus zaterdag een senior sessie van 11 tot 12. Ik heb een beperkte oplage nu van 50. Dus ik kreeg. De eerste keer dat ik mijn boek schreef, dat waren het Roer Moet Om vorig jaar, meteen 500 afgenomen en dan mijn money fasie. Dus nu heb ik etappes, tranches van 50, zeg maar. Okay. Dus dat is voor zaterdag. Ja. Maar daarna komt er natuurlijk weer. Zaterdag is dat dus in Grugiari? Van 11 tot 12, maar ik heb 50. Ja. Dus. Ik hoop dat ik die van de hand doe. En als ik tekort kom, want ik heb totaal geen zicht hoeveel mensen komen, dan noteer ik het en dan bezorgen we het boek wel. Ja. Maar je weet, ik wil mensen niet teleurstellen. Hmm. Want het is Makon en mijn Abbasani. We hebben 50 om van de hand te doen, omdat ik dus dinsdag een nieuwe hoop van 50 krijg. Maar 864-9650. Dan reageert mijn zoon wel, want hij zorgt voor de afhandeling. Ik ben daar niet zo goed in. Ik schrijf liever en ik praat liever dan dat mij doe financiële administratie. Ja. U hebt de naam van de NPS daarnet laten vallen. U bent ook een topper van de partij. Bent u het eens met alles wat er gebeurt nu? De regering Santokki Brunswijk is er en de NPS die is ook deel van deze coalitie. Ik vind wel olo. Ja, je creëren olo. Ja. Want u praat over goed bestuur. Ja, dus kijk, laat me beginnen te zeggen dat dit boek is niet alleen een aanklacht tegen wat fout gegaan is in het vorige regime. Maar dit boek is, en dat moet je zeggen, nee, natuurlijk is niet alles fout gegaan, maar veel is fout te gaan en ik toon het aan. Maar tevens is dit boek natuurlijk ook een vingerwijzing, een waarschuwing voor elke regering, dus ook de huidige en de toekomstige, dat niet dezelfde fouten gemaakt moeten worden. Ja. Zo? En ik wijs ook daarop. Mm-hmm. En als je in een coalitie zit, dan moet je natuurlijk mee participeren en mede verantwoordelijk. Maar je hebt dan ook de taak om ervoor te zorgen dat er goed bestuur komt. Dus je kunt niet met alles eens zijn, maar je bent wel deel van het probleem, maar tegelijkertijd deel van de oplossing. Ja, goed. Daar hebben we dat dan begrepen. Wij bedanken de heer Ivan Vernaald. Hij is de auteur van het boek Moeizame opbouw en snelle afbraak, politieke beschouwingen over 2010 en 2020. En hij zal het boek signeren. En dat zal dus gebeuren zaterdag aanstaande in Grugiari. Er zijn 50 boeken, dus het is een beperkt aantal. Maar hij zal daar zijn tussen 11 en 12 uur. En zometeen praten we met de heer Clyde Ford. Hij is een influencer en hij gaat met ons praten over Faum Luca Condré tussen nu en de periode voor ons. Vooral hoe we het jaar gaan afsluiten en in een nieuw jaar tegemoet zullen gaan. U luistert naar de Koffiepraat.
verder. Ja, wie ik karjuning aging en aging. En ik denk dus dat dat lied ook heel bekend is bij de heer Clyde Fort. Clyde Fort, goedemorgen, welkom. Ja. Vandaag ook in de Koffiepraat. Goedemorgen. Ja. Lloyd. Ja. Carlos. Ja. Carlos en Carlos. Ja. En natuurlijk de luisteraars. Ja. Hij is gekomen en heeft het me gelijk ook aangeboden. En dat is dus, hij zegt zelfgemaakte kokos, water. Puur. Puur. Vers. Ja. Vers. En ja, er moet nog een etiket erbij. We zijn bezig. Ja. En eigenlijk wordt, gisteren was het ook nog in het parlement, werd erover gesproken. Ik hoor nog de heer Cedric van Samson dat zeggen. Van ja, we moeten eigenlijk onze productie gaan opvoeren en zo. Want niet alleen veeteelt, ook landbouw werd er gesproken. Want dan blackberry schapen. Maar dus kapoe dat bokon in Sernang ook toe. Plaatsen zouden worden ontwikkeld. Waar eigenlijk al in het vizier zo. Ja, we blijven maar praten in het land, lijkt me zo. Dus ik wil geen onderdeel zijn van het praten. Ja. Binawamad Usabi, ik doe liever meer aan. Ik doe liever meer aan eigen productie, Sranasani. Ja. Het ontwikkelen, maar ook het gevoel aan de mensen geven dat Onafpina in Nakondre. We hebben tal van mogelijkheden. En ik wil het voorbeeld zijn. Ja. Ik ben begonnen met kokoswater. Nee, ik ben begonnen met awara. Ja. Geschild, alles. We hebben kokoswater. We hebben riet, gesneden riet. Dus eigenlijk, minasabiara, ik vind dat we inderdaad te veel praten. En het moet niet alleen. Het is niet een hoe zeg je dat? Een vingerwijzing hoor, maar leuk van Itakikba. If Uno not ja voorbeeld, dan denkt de jongere van Uno not ik over. Ja. Daarnet sprak ik ook met de heer Ivan Vernel. Toen kwam je al naar binnen. En op een gegeven moment, ik dacht van nou, we laten hem uitpraten en zo. Maar één ding staat er ook in geschreven. We blijven in de vicieuze cirkel. En ook als het om onze productie gaat, productiesectoren, blijven we ook in de vicieuze cirkel. Je bent er ook al een tijdje mee bezig. Hoe komt het? Ja. Zijn dat probleem eigenlijk? Dus, meneer Verna, dat ging bij een mentaliteit. Mm-hmm. Een mentaliteit zou Abi. We zijn een. En mensen nemen me kwalijk wanneer ik het zeg, maar we zijn een verwend volk. We hebben graag dat dingen voor ons worden gedaan. Mm-hmm. We hebben een koopcultuur. We gaan liever dingen kopen in plaats van dat we zelf gaan planten. Gaan we groenten kopen. Ja. Toch dus, en dat wat hij zegt is, het is niet iets dat je 1, 2, 3 gaat kunnen veranderen. Het gaat een generatie tot 2 misschien in beslag nemen. Maar we moeten daartegenover, wij die dat weten, moeten nu juist proberen invulling te geven aan hoe het anders kan. Ja. Want met voorbeelden zullen mensen, en jongeren met name, met focus op jongeren, zullen zien van, maar is het toch niet waar? Er zijn toch mogelijkheden staat. En heel veel mogelijkheden, mijn brada. En ik benut ze en ik stimuleer jongeren in mijn omgeving om ook aan productie te doen. Dit jaar bijvoorbeeld hebben we gefocust als Positive Movement op overdracht. Kennisoverdracht, trainingen. We zijn nu bezig met SAO, hydroponic training, te draaien voor mensen met een beperking. SAO heeft ook gevraagd hoe kunnen we dat voor het publiek ook gaan doen. Ja. We zijn bezig geweest met de moestuinen, want dat gaat al aan één door. Ja. Dus dat nest op. Dus met een focus, en zeker richting 22, met een focus stap. Zou ook aan doen vanuit de schrijving voor Tjara Tjentjikong. Want als we steeds vingers gaan wijzen en steeds weer naar achter en visuele cirkel en noem maar op, afvloek dat tot aan tapuno. Ono maar doorbreken. Terwijl juist hoe doe tegenovergesteld dat e akang, dan we denk lusu ook kom. En dan lusu ook kom vanuit dat persoonlijkheid, vanuit dat individu. If alles maar begin, take de rol, de pressie in beslag, begin doe wat je moest doen. Dan ga je zien dat er een stukje verandering komt. Niet, go,
maar ook kon en na een proces toch? Mm. En een voetvallige proces, boom. Dan denk ik, abra, drie jaar op een hertra cultuur. Wat hertra cultuur. Je hebt gesproken over dat wat er in, met programma's is gebeurd dit jaar. Maar hoe zit het komend jaar door? Nou, we willen doorgaan met... eigenlijk zijn we begonnen al met Surinaamse ondernemers te bundelen. Mm. Alasrana ondernemers. We hebben het Surinaamse ondernemers platform op Facebook. We roepen allerlei dingen, jonge ondernemers, massawange ondernemers, voor trollen van Apeach. Mm. Want wij willen in 2020 veel meer nadruk leggen op 2022. Veel meer de nadruk leggen op wat we zelf hebben. En wat we kunnen gaan ontwikkelen. En toe Bondro, want dat is de bedoeling van het platform. Toe Bondro, lekker ondernemers, dat ook een vorm of force. Dan gaan we, wij willen als Positive Movement, Positive Radio, we gaan die mensen de ruimte geven om hun producten gratis te promoten. Met Srana Sabi, zo Abi. En wie zijn de jongeren die aan productie doen? Zodat we kan ondersteunen ons revi en onaf go bij buitenlands product. We kan ondersteunen ons revi, waardoor die economie ook een andere richting krijgt. Toch? Jongeren gaan naar vooruit, want hun producten kunnen worden afgezet. Wij gaan ze 2020 het platform bieden. Ja. Gratis. Ja. Zodat ze... Er is een beller voor de heer Clyde Fort. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja. Ik wil even iets doorgeven. Ik weet niet of het de juiste telefoonnummer is om te bellen. Om iemand te feliciteren. Oké, nu niet. Nu niet. We gaan nu gelijk eruit moeten halen. Alsjeblieft. Nee, ja. Ik bedoel, niet nu. Ik wil, als men een aantekening maakt, dan kan men het laten doorgeven. Oké, dan zullen we dat zo meteen doen. Ja, die is echt in een feeststemming, want wat was mijn verjaardag. Dus we kunnen een importvervanging doen. 100%. We hebben genoeg producten, we hebben genoeg mogelijkheden. We kunnen doen alles aan. Even we met Bredek bouwen, we maken ons eigen brood. Mm-hmm. Als je kijkt naar de richting waarop we gaan met onze ondernemingschap. Ondernemingen in Suriname. Bijna alles aan we ook aan mik in Suriname. Laten we dat nu gaan belichten, gaan highlighten en de ruimte bieden aan die samenleving dat we gaan ondersteunen. Dus dat is voor ons 2022 de rode draad. Ja, wat optimaler was aan hier, we spraken erover. Maar dat pa, zei de kipsa. Tomati zo'n ding, tomati na 5 golu, na 10 golu. En dan op een gegeven moment zo liet je zien, tomati 50 golu, na 60 golu schrijven. Maar dat ik ook bij tomati daar boonkopo, dat heb je in een vriezer. Klopt. Wat doen we dat? Nou, mogelijk. Maar morgen mooi wanbode, als je prana tomati schrijven. Ja. Want als je go buying, je last money. En als je buy bijvoorbeeld, we trouwen de zaad. Bang, de zaad in een bakje ervoor. Voordat je denkt... Heb je tomaten, plantjes heb je tomaten, in huis. Maar die zijn seizoengebonden, tomaten ook, die zijn seizoengebonden. Nee, aan de troemen. Aan de troemen? Nee, maar tomaten in pranen, alle die in pranen. Alle die, zolang je natte idee boos, artjes boos zong, naar voedings, verkeerde meststoffen, heel jaar je naar tomaten. Tomaten is een seizoen, je moet pranen. En dat om geleerd is, maar mijn tak ja, alleen weer in een prani. Zo, je moet prani en je moet zorgen dat je boem, dat je niet gezond bent. Ja. En je niet enough die money uit. We ronden af met de influencer. Hij is bezig al enige poos, de heer Clyde Fort. Het laatste woord geven wij dus aan hem op deze donderdagmorgen. Voor krakken om bakken eigenlijk, lekker kondrip ching. Voor Godoro in 2022. Ja. 2022 deel een jaar voor productie. Ik heb een briefje in de schrijving, ik heb een briefje in de rijkdom, ik heb een briefje in een vruchtbare grond van Gadojuno. En ik heb een bondro, wat belangrijk is met mijn actie, dat 22 koeken bondro. Voor mij kwam force voor promote Saranasani Wisani. Goed zo. En daarmee ronden we af. We bedanken u voor uw belangstelling wederom getoond vandaag. Morgen is Ernie Enig uw gastheer. Ik groet u en tot een volgende uitzending.